Mijn naam is Bibi van Ginkel en ik werk bij het instituut Klingendaal en bij het International Center for Counterterrorism. En ik ben daar onderzoeker en specialist op het terrein van vraagstukken met betrekking tot terrorisme. In Mali is vanochtend een helikopter met Nederlandse inzittenden neergestort. Twee Nederlandse militairen en een Nederlandse journalist zouden zijn gevangen genomen door opstandelingen. De opstandelingen zouden behoren tot een radicaal-islamitische groepering. Ze hebben gedreigd de gevangen genomen Nederlanders te onthoofden. Zodra we meer nieuws hebben, komen we bij u terug. Twitter barst uit zijn voegen. Wat kunnen wij hiermee doen? Wij kunnen hier niks mee doen. Als je nou denkt aan van hoe reageer je op dergelijke aanslagen, is het vooral van belang dat je zoveel mogelijk ook terughoudendheid betracht en rust bewaart in de manier waarop je er omgaat, om het niet nog groter en nog erger te maken. En dus denken van hoe kunnen we hiermee omgaan, ja, dat zit hij echt heel erg te bedenken als een spindokter, terwijl ze veel meer vanuit het probleem zelf zouden moeten denken en van hoe brengen we dit, lossen we dit op een goede manier op zonder dat daar slachtoffers bij vallen. Die is ook gegijzeld. Doe maar. Michael, het is helemaal niet zeker of Dara ook gegijzeld is. Flikker op met je Twitter. Wat doe je nou? Oprot. Nou, dan gaan we er met de marine op. Ach, dan gaan we de marine! Wat dacht je nou, Mali aan zee? Het gaat om mariniers! Als we teruggaan in de geschiedenis, en daarvoor hoeven we niet eens heel ver terug, zien we dat er over het algemeen, na het ernstige terroristische aanslagen die heel ontwrichtend zijn geweest in de samenleving, een overreactie is geweest in termen van beleid wat is aangenomen. Veel strenger beleid, er is nu ook in de discussies die we voeren, er is echt een vraag om repressieve maatregelen, hardere straffen, langere straffen, we gooien de grenzen dicht, alsof dat helpt. Maar zonder echt goed na te denken van wat dan het effect is. En, dat raakt meteen ook aan een ander probleem, is dat we zeker als het over terrorisme gaan in een soort van tijdperk terecht zijn gekomen van een soort van fact-free politics, waarin echt het onderzoek, het snappen van wat het probleem is en van daaruit denken naar in oplossingsrichtingen eigenlijk bijna geen rol meer speelt. En zeker als je het over afschrikkingsmaatregelen hebt of hardere straffen en gewoon eens even tijd neemt om te onderzoeken wat de effecten daarvan zijn, dan zal je zien dat zeker hardere straffen eigenlijk helemaal niet een effect heeft op de doelgroep die je probeert te bereiken. Minister van Buitenlandse Zaken Koenders laat weten dat Nederland alles in het werk stelt om de gegijzelden zo spoedig mogelijk vrij te krijgen. Hij zegt dat Nederland niet in zal gaan op de eisen van de ontvoerders. Het kabinet staat in permanent contact met de bondgenoten die betrokken zijn bij de missie in Mali. Ja, er wordt aangegeven van we gaan niet in op de eisen van de extremisten. Dat is natuurlijk staand beleid, want als je dat zou doen, dan leidt dat al maar tot meer eisen en dan is het einde zoek. Dus dat is bekend. We weten dat er onder wel natuurlijk achter de schermen natuurlijk wel getracht wordt om contacten te onderhouden. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is, dat je altijd tracht die politieke dialoog open te houden. Je kan wel zeggen van ja, dat zijn extremisten met zulke verwerpelijke ideeën, daar praten we niet meer mee. Die hebben we niet meer aan de onderhandelingstafel. En misschien is dat ook wel zo, maar er zitten allerlei stadia voor. En het is in die zin is het heel eenvoudig. Met je vrienden hoef je namelijk geen vrede te sluiten. Dat moet je met je tegenstanders doen. En daarvoor moet je wel praten.